ik ga voor het eerst in 3 maanden auto rijden. Oppassen. Hij is glad. Oh. Nu gaan we lekker in de auto. Auw! Oh. En vanavond zijn we dus met deze mannetjes allemaal. Is die zo goed? Oh. Eén keer zo. Hey, dankjewel. Jadop, een hele goede morgen, jongens en meisjes. Dames en heren, we zijn vandaag weer bij 53Z. En we gaan vandaag weer verder. We gaan even de luchttank goed aansluiten. Ik heb al wat klein voorbereidend werk gedaan. En we gaan, als het goed is, een toplaag maken voor de speakers. Zodat eigenlijk de hele achterbak zo meteen klaar is. Nu hebben we een leuk ding. Want zeg maar, ken je dat je een doos moet vouwen en dat zeg maar, elk deel over een ander deel heen moet, dat die vast blijft zitten. Hetzelfde probleem heb ik ongeveer hier. Want wat ik namelijk heb, roldeur, waarom ga je niet in? Wat we namelijk hebben, hier zit een plaat aan de zijkant. Die loopt helemaal door naar voren, dat is je zijkant. Nou, mooi, die zat er al op, heb ik weer af moeten halen. Dan hebben we hier dit ding liggen voor de tank zometeen. Maar daar overheen komt weer een ding voor de middenconsole, zeg maar, wat in het midden eroverheen zit. Dus deze zit onder die, maar deze zit onder die en die zit weer onder deze. Oftewel, dat kan niet. Oftewel, hoe de fuck moeten we dit gaan doen? Dit is altijd bij een auto bouwen. Je hebt dingen die je niet weet hoe het moet. En dit is vandaag weer zo'n ding. Eerst ben ik even hier iets aan het vastplakken, dat goed zit. Nou, dat zit nu goed. De tank zit ook al vast, dus die hoeven alleen maar vast te schroeven. Alleen moeten we nu dus zien alles aan elkaar door elkaar te doen. En dan in de hoop dat het nooit meer los hoeft. Want als het los moet, we have very big problem, my friend. Ik zit oprecht te denken, er zit ook nergens iets van beweging in, want zo'n plank is hard. Deze zit strak tegen de zijkant, er zit ook geen beweging meer in. En deze, die hier zeg maar, eigenlijk overheen zit, die kan je niet losklikken, want die zit onder deze vast. Ik ga Wim wel even vragen. Waar is Wim? Oh, of Bjorn. Ja. Bjorn is aan de bellen, Bjorn kan ik niet vragen. Hoe de fuck gaan we dat doen? Even koffie pakken. Oh, je wil een andere vloer. Ja. Nee, ik kan niet de zijpanelen inklikken zonder dat deze er al op zit, want die zit hier onderdoor. Maar je kan die er niet inklikken zonder dat deze erin zit, want deze zit onder die. Wow. Okay. Want deze moet gewoon 100% zeker als eerste. Even kijken. Waar is het gatje? Hallo? Ik kan nu wat zeggen, maar... Nee, ik doe het. Nee. Ik ga heb je vaker last van? Oké, het wordt nu een beetje moment. Opa, wat doe jij? Nou, oké. Deze kappen zitten erin, deze kap zit erin. En nu is dus de tijd om de tankkap als het ware eronder te schuiven. Daar ben ik wel een klein beetje benieuwd naar of dat gaat lukken. Wat ik denk is dat ik misschien de tanker afhaal. Dat ik dan de plaat een beetje zo schuin eronder probeert te schuiven. Misschien probeer ik wel met tankje. Gaan we even. Dit is wel een klusje. Ik kan er al onder, alleen dat midden zit nog vast. Dus ik probeer de hele tijd zeg maar hier mijn vinger onder plastic, dan mijn vinger helemaal af te knellen onder het plastic en een beetje naar de zijkant te schuiven. Zie je dat ik gewoon bezweet ben? Dat was niet leuk, ik schrok. Waarom doet dit zo kut? Hiermee gaat het me lukken. Oh, we zijn niet ver van de overwinning. Ja! Oh. Ik het zacht. Ja, dat zit lekker zacht. Dat veert zo een beetje op die subwoofer. Dat is leuk, maar wie gaat die nieuwe betalen? Jij. Nee. Moet je hier normaal voor betalen dan? Alleen, hier zit een hele grote spleet. Normaal vind ik dat niet zo erg, maar nu is dat niet de bedoeling. Hou op met die stomme gafjes nu. Even deze aansluiten. Tjew. En mijn automonteur. Hetzekutje, hij zit vast. Ondertussen achter mij een RS3 op lucht aan het leggen. Oftewel luchtving, wat ook hieronder zit. Dus ook op een RS3. Mega dik, eerst in Nederland. En ze hebben nog 2 dagen om het te doen, omdat hij naar een autoshow moet. Blijft mooi, RS3. Hier, kijk, hier ligt hij. Oh, wacht. Wanneer komt deze filmpje online? 2 dagen, mag dat? Oh, hij gaat naar Ahoy. Niemand weet het, echt helemaal niemand. Nu wel. Hiermee geparkeerd en we zijn even bij de gamma. Want we moeten planken halen. Want ik moet voor het deel zeg maar waar de speakers in liggen, moet ik nog wat mooie planken maken. En dat is echt een kutwerk. Ik vind auto's werken best wel leuk. Maar dit werk heb ik nu zoveel gedaan dat ik daar echt klaar mee ben. Maar goed,
Het moet helaas. Oké, laten we deze meenemen en dan gaan we een hele mooie plank in de auto leggen. Dan kunnen we zo meteen planken met de auto. Wat leuk. Waar ik echt mega blij mee ben is dat ik dus vanmiddag weer mag rijden. Ik kan de auto zo meteen weer pakken. Ik ben mijn rijbewijs nu in totaal 3 maanden kwijt geweest. En ik kreeg nu gewoon toestemming van de gemeente om een nieuwe aan te vragen. Omdat ze zeiden van het is gewoon lullig vanuit Frankrijk dat ze niet reageren. Dus bij deze, je mag een nieuw rijbewijs aanvragen. Dus dankjewel Jan. Heet hij volgens mij, of Klaas, Kees. Hij had echt zo'n standaard naam. Ik weet alleen niet hoe die heet. Dankjewel meneer. Super fijn. Als je nou ook zo'n luchtje wil, boascw.com kan je lekker auto voor frisse luchtjes halen. Of je nog iets anders wil, bijvoorbeeld dit hele mooie pakje wat Nike aan heeft, is lekker nog niet te koop. Nee, ik ben Boas. Oh joh, je reed bijna die mensen aan. Er liepen er 2 mensen en die Kees sloeg mij en die ging ze een beetje naar rechts. En als ze in die bocht doorgingen, had ze gewoon die mensen aangereden. Die mensen liepen gewoon door en die keken ons aan. Okay. We zijn er weer met ons plankjes. We hebben vandaag 3 plankjes meegenomen. Eentje zit naast mij en 2 liggen in de achterbak. En 1 kast, die bestaat uit 17 plankjes. Ja, grappen zijn niet meer grappig. Nou, wil iemand met mij op date? Laat het maar weten hier beneden. Ik ben op zoek naar iemand die mij wel grappig vindt. De plaat is gemaakt. Deze moet misschien nog een klein beetje aangepast worden. De subwoofer erin past. Maar kijk, helemaal recht aan deze. Dus dit stop. Nu bekleden zoals die kant. En is het klaar. Maar het is op dit moment 3 uur en mijn rijbewijs ligt klaar. Ik kreeg net een bericht van. Dus wij gaan er vandoor. Ik ga mijn rijbewijs erop halen. Daar heb ik echt, echt heel veel zin in. Hey Nike. Hey, weet je wat dit betekent voor jou? Je laatste ritje ooit in deze auto. Ik ging me slaan, ik was bang. Ik ga je niet slaan. Mijn laatste ritje ooit. Ja. Nee. Want nu heb ik mijn rijbewijs zo meteen weer. Paspoort in de hand. Succes. Hey, je mag trouwens wel vast in je kant zitten als je wil. Dat gaat niet. Kijk eens even, mijn rijbewijs is terug. Mijn mooie koppie is er weer. Wat chill zeg. Ik mag zo meteen ook weer in deze rijden. Nike die mag nog even het laatste afscheidsrondje. We gaan naar Jump XL, dat is namelijk 2 minuten rijden. En nu ik even heel erg blij ben dat ik mijn rij weer terug heb, ga ik even wat andere mensen blij maken. Het is namelijk vakantie, het is het drukste uur en we zijn bij Jump XL Ede. Bij Boas, dat ben ik. En we gaan even gezellig hooi zeggen, met mensen op de foto even wat mensen blij maken. Omdat toch heel veel mensen altijd hier naartoe komen in de hoop dat ik er ben. Ben ik er vandaag? Jammer. Jammer? Ik denk dat ze dat echt vervelend vinden. Ja, ik vind jou weer vervelend vooral. Ga je toch lekker zelf rijden? Oh ja, kan je ook niet. Ja, nu kan je niet meer zeggen. Zo, we gaan Jump XL weer uit. We zijn nu ongeveer 2 uur geweest. We hebben foto's gemaakt met iedereen die een foto wilde. Battlebeam gevechten gedaan met degene die een Battlebeam gevecht met mij wilde. Dat waren er ongeveer 100. Dus dat was echt top. En nu is het moment daar. Ik ga voor het eerst in 3 maanden... autorijden. Oh, mag na 3 maanden eindelijk deze stoel van Lilliputterstand af. Deze stoel van slaapstand naar voren. Zo, die staat weer naar achter. Ja, ik ben gewoon oprecht altijd aan het chillen naast jou nu. Nu kan ik chillen. Nu kan jij chillen. Ga je lekker chillen? Ja. Dan ga ik lekker. Het is, oh, dat is een toeter. Dat is een toeter. Dat is een banaan. Hallo? Ja, nee. Ja. Nee, macaroni graag. Oké, dankjewel. Doei. Hou van jou. Ja, ik ook voor jou. Nee, jij hangt op. Jij hangt op. Wat schatje, hij hangt. Oké dan, ik hang wel op. Auw! Hey, Nederlands is er. Niels. Hey, wat zag je? Je hebt hem net. Ja, ik wilde naar Amersfoort gaan, maar dat was hem niet geworden, man. Hey. Je hebt hem terug. Ik heb hem weer. Oh, je rijdt weer. Ja, je had het ook helemaal niet door dat ik hier zat. Dat, doe normaal. I can drive my bicycle again. Oh. Nee, ja, hier moet je eens mee oppassen. Hij is glad! Wow, die banden zijn er veel gladder geworden sinds dat ik het voor het laatst heb gereden. Ah. Nee. Dit zijn nu gewoon driftbanden en het heeft vandaag ook nog geregend. Dit is heel eng. Het was niet illegaal, dit mag, want dit ging per ongeluk, want ik gaf gewoon gas. Misschien moet ik hem ook niet op Sport Plus zetten. Nee, misschien ook niet als het net heeft geregend en... en ik 3 maanden niet heb gereden. Dank jullie wel allemaal voor de lieve berichten de hele tijd over of mijn rijbewijs terug was. Dat jullie lullen voor mij vonden. Heel erg dankjewel. Uiteindelijk heeft de gemeente Ede dus mij verteld van... Hey, vraag maar gewoon aan, we zorgen ervoor dat je niet je rijbewijs kwijtraakt. Dus dankjewel gemeente Ede daarvoor. Naai me nu niet zometeen als mijn rijbewijs terugkomt alsjeblieft, dat zou ik heel kut vinden. Maar, dat was een grapje. Ja. Dat was een joke. Ja, kijk, het ding is, ik heb met ze gebeld, maar zij nemen volgens mij hun gesprekken niet op. En ik
had hem ook niet opgenomen. Maar dat heb ik later aan die vrouw daar gevraagd. En het staat ook in de beschrijving, zeg maar, van waarom ik mijn nieuwe rijbewijs aanvraag. Dat hij me toestemming heeft gegeven. Dus het zou goed moeten komen. Maar een advocaat die zei van, hey, kijk een klein beetje uit. Of hij is niet echt advocaat, hij is boeteaanvechter, denk ik. Ik weet niet zo goed, jurist. Hij zei, kijk een klein beetje uit. Want gemeentes kunnen nog wel eens opeens wat vergeten. Dus hij zei van, let er eventjes op. Dus dat heb ik gedaan, daarom heb ik hem mooi in de verklaring laten zetten. Zou het helemaal goed moeten zijn en zou ik dus alle auto's weer mogen rijden en kunnen rijden die ik wil. En daar ben ik wel eventjes heel erg blij mee dat ik en niet meer afhankelijk ben van Nike. Dat Nike niet meer 100 uur per dag hoeft te rijden. Ja, zo en dat fijn. Ik gewoon zelf weer lekker achter het stuur met... Ah! Oh, ik ben echt oprecht heel erg blij. Ik word hier... Mooi, wel voorzichtig rijden hè, straks. Straks. Oh, nee, ik moet als je in je eentje gaat rijden. Ja, ja, dat is wel leuk. Ik ga voor het eerst sinds 3 maanden alleen op pad. Je bent altijd mee. En vanavond, heel stom ook, maar ga ik iets doen. En daar had ik Nike niet meegegeven dat ze meeging, want dat ik eigenlijk heb er nog niet aan gedacht. Vanavond ga ik in mijn eentje op pad met de dikke BMW. Dikke BMW! Hey, trouwens, hoe de fuck heb jij zonder te slippen hiermee kunnen rijden? Want... Ik heb al geslipt. Hier, je merkt nu al. Ik geef 15% gas en je slipt. Je moet rustig gas geven. Als je in één keer gas geeft, zeg maar... half intrapt, ja, dan slip je. Oi, je moet gewoon net het rustig doen. Zo, even opgefrist, helemaal in het paarse pak. Zoals jullie weten, het komt binnenkort online. Binnenkort kunnen jullie ook dit dikke pak halen. Ik heb de meest vage schoenen die ik heb erbij aangetrokken, zodat iedereen, als ik langsloop, zit van wat de fuck heeft die kerel aan. En dat vind ik cool. Glow Movies komt hier nu heen, want Glow Movies is een video aan het opnemen met iets. Ik weet niet of ik het mag zeggen, dat ga ik zo vragen. Maar ik ga daar meedoen. Dus... ze komen helemaal vanuit Limburg hierheen rijden om mijn 5 minuten te laten doen. Dus even de 2 pakken naast elkaar. Dit is het opvallende pak. En Nike heeft eigenlijk het gewone pak aan. Deze trouwens ook wat dikker. Dus deze die ik nu heb is echt nog meer voor de winter, zeg maar. Deze is nog wat dikker. En die van Nike is wat meer street style. Het is eigenlijk een cargo pants en een cargo trui. Dus ietsjes meer vakjes en leuke dingetjes en zo. Dus dan weet je dat alvast. Kom binnenkort allemaal. We weten welke jij cooler vindt, de paarse of de zwarte? Ik vind paarse. Jij vindt paarse ook vetter. Gast, kijk hoe dik dit is. Maar ik wil hem niet ook aandoen, want dan... Dan zijn we echt zo'n AMB-koppeltje. Nee, auw. Sorry, maar je akka zo dik kan niet missen. We hebben een hele vrachtwagen meegenomen vandaag. En een grote blok beton. Hoeveel mensen zijn er al voor me geweest? 1, 2, 3, 4 Gast, 4? Ja, al 4. Maar hij had heel veel lagen. Zie ik al wel. Oh, er zit sowieso een kluis in of zo. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Ja, mijn challenge wordt dus weer dit ding breken, denk ik. Ja, de vorige keer ging het wel goed bij jou. Ja, de vorige keer. Toen had ik net niet gewonnen, toch? Ja, of wel? Nee, je had in de laatste, volgens mij. Ja, toen, want ik had hem echt bijna en toen was mijn tijd op. Dus, maar en paintball had ik gewonnen, dus ik wil dit nu eigenlijk ook wel winnen, weet je. Ik wil wel gewoon een beetje on top blijven. Ja, ik ben echt benieuwd. Ja, hoeveel mensen hebben jullie daarna nog eventueel ingepland? Jij bent de laatste. Voor vandaag. Voor vandaag. Oké. Dus. Ligt in mijn handen. Oké, goed. De video van hun kan je binnenkort waarschijnlijk checken. Ik ga nu deze camera uitzetten zodat ik niks spoil. 2 dagen staat hij online, hè? Dus als je deze video 2 dagen later ziet, gelijk even checken. En anders staat er een ietje daar wat ik sowieso vergeet. We zijn klaar. Ik ga nog niet vertellen of het is gelukt, maar het was wel oprecht super leuk. Mijn buurvrouw die kwam er naar toe lopen. Ik hoorde allemaal dingen en ik zag een of andere paarse smurf rondrennen. Ik wist gewoon dat jij dat was. Wat zijn jullie aan het doen? Dus dat was wel mooi. Nu gaan we lekker in de auto. Au! Hey, gooi ze gewoon in afval hier. Oh, je hebt hem net uit de verpakking gehaald. Het is niet heel veel. Ah, we pakken gewoon een doekje en dan is het op. Waarom gooit hij nou een pakje keer tegen me aan? Rick, als jij dit ziet, ik kom jou opzoeken. En ik ga 10 liter vla over je heen gooien. Maakt niet uit of je het wil of niet, deze krijg je terug. Je gaat gewoon helemaal naar zijn huis rijden in Limburg. Alleen met zo'n pakje skeer om dat overal mee te gooien een keertje. Zullen we dat binnenkort doen? Ja. Dat is wel fucking grappig. Ja, is goed. Ja, deze. Oh, goedemorgen gek. Wat regent het hard vandaag. Veilig aangekomen waar ik moet zijn. Ik kan nog steeds auto rijden. En ik mag nog steeds auto rijden. Super blij mee, echt. Oprecht, ik vind het zo fijn dat ik weer zelf ergens heen kan gaan. Dit alleen in de auto zitten heb ik dus al een hele tijd niet gedaan. Gewoon podcast aangezet, gechilled in de auto. Is zo lang geleden voor mij. En ik weet niet, ik vind het heerlijk. Weet je, soms vind ik dingen gewoon lekker waarvan je denkt, waarom vind je het lekker? Valt dit niet al te gek op? Oké, ik heb het veel plezier met mezelf. Valt het ook niet te gek op. Zomaar ergens, maar bij Jumping Jack. En de echte oldschool kijkers van mij, die zullen nog weten wat Jumping Jack is. En dat was
toen het vetste trampolinepark van Nederland. Ik was echt helemaal verkocht aan Jumping Jack. Dus ja, verkocht. Ik kwam er gewoon altijd. Ik vond het echt het beste trampolinepark wat er is. Nu ben ik er al 2 jaar niet meer geweest en hebben ze van alles aangepast. Dus we gaan eens kijken wat ze hebben aangepast. En vanavond zijn we dus met deze mannetjes allemaal. Yo, Timo is ziek. Ja, ben er toch bij. Nee, joh, Timo, dat zit in je hoofd. Ik ben wel negatief getest. Ja, dat geloof natuurlijk niet. Je staat negatief in het leven. Ik sta alweer negatief in het leven. Ik had gewoon een keer positief in het leven zou staan, maar goed. Komt er maar niet van. Hij zegt net ook, hebben jullie het koud? Hij zit met zo'n dikke jas in een hoekje. Ja, ik heb het fucking warm. Ik heb het ook warm hier inderdaad. Ja, het is heel warm. Sterf van de kou, het is echt niet normaal. Moet ik je even knuffelen anders? Nou, dat zou ik niet doen, want dan word je misschien ook ziek. Ja, dat is wel goed, ja. Toch die afstand bewaren. Ja. En deze man is bij deze man. Ben je met hem ervoor geweest? Video toen. Oh ja, één keer. Heel kort. Nou, stel jezelf voor. Ik ben Timer. Nou, boeit niet. Nou, dat was wel kort. Kort inderdaad. Ja, ik kan niet heel veel meer zeggen. Ik ben doe je even de leeftijd raden. In dat jouw... Oké, laat nu even weten in de comments waar je denkt dat deze kerel is. Ja, dit is leuk. Dit is je moet leuk, even hoor. Wachten tot ze komen. Het duurt dat eventjes. Wacht even. Maar je kan wel een beetje moet ik dan nu zeggen? Ja, nu mag je denk ik wel. Ik ben 15. 15? Wel leuk, ik vind het echt leuk. Maar jongens, wij waren hier dus altijd toen we 15 waren. Ja. Moet je even nagaan. Zou ik een foto in beeld doen hoe wij er toen uitzagen? Oh ja, dat was echt leuk. Ik zou even een foto nu in beeld doen uit een screenshot van een video van toen wij... We waren, 16 denk ik. 15, 16, dat is dit. Zo zagen wij er dus uit. Wij leken 6. Was Timo nog niet in de picture en Tim ik ook nog niet. Nee, jullie waren er toen. Keer geweest. Ja. Maar, ik weet niet, waren jullie toen al met tenten bezig? Ja. Ja. Oké, dan kende ik jullie wel. Ja, want je kende ons net, maar we gingen niet echt om. Nee, dat wij stiekem hadden wij een soort van onderling gevecht van wie nou sneller abonnees kreeg. Maar ik nooit hoor. Wij keihard. Ja, nou, wij hadden het onderling gevecht met hun, maar zij niet met ons, omdat zij heel hard wonnen. Dat was inderdaad, we hadden tenten en jij had seekers en we waren echt zwaar, zeg maar... tegen elkaar op aan het strijden voor ons gevoel. Jullie hadden dat nooit door, want we spraken jullie bijna nooit. Maar dan dat is wel gingen goed. Wij soms over jullie heen, jullie over ons heen, wij over jullie. En toen hadden jullie een firewall, toen was het waar jullie die vloer is lava. Maar dat is wel goed, want dan blijf je dus mentaal wel strijden, waardoor je zelf ook steeds hoger gaat. Maar jij wist het niet, Tim. Nee, maar ik heb ook iets gefilmd. Ja, en toen ik uit Tentum ging, had ik het met Tentum. Dat duurde niet heel lang, en toen had ik het met jullie. En dat duurde denk ik een jaar, en toen was het bom. Nee, een half jaar misschien niet. Toen jij ging vloggen, ging het heel snel. Ja, toen ik ging vloggen, dat heeft echt geholpen om gewoon heel veel bereik te kunnen krijgen. Maar goed, nu zijn we allemaal lonely. Ja. Yes. En hoe gaat het met Twizzers dan? Ja, dat is ook weg, ja. What the fuck. Was dat er toen überhaupt? Twiggers, Oh, Twiggers heet Twiggers. Het. Twiggers. Jij had zo ook ooit een gezamenlijk kanaal. What the fuck. Nu ook alleen. Hij gaat toch ook beter. Het alsof je zo de kist in kan. Mijn ziel ook aan het zoeken en mentaal aan het voorbereiden. Die zoekt hij al zijn hele leven. Ik vind het wel gezellig dat ik erbij mag zijn. Kijk, deze kerel is echt gewoon een zombie. Ja, ik ben ook meer voor het kijken en zo. Wat zei je nou? Zo, en het vierenpark hier is weggehaald en ze hebben een hele grote, dichte ding. Ik weet niet of je dit mag vertellen. Hoe duur was het ding? De kosten van alleen dit ding weet ik oprecht niet. Ik weet alleen maar echt de investering van alles. Ik denk niet dat ze het leuk vinden, ZZ. Ik weet in ieder geval, ik heb hier ooit naar gekeken. Was volgens mij 40.000 euro. Dat zou redelijk goed kunnen. Ja, 40.000 euro voor een stukje mat. Maar het is wel heel leuk. Want kijk, je kan nu. Hé, maar hij scheurt al. Wow, er zit water onder, ouwe. Kijk. Water? Oh. Heeft Shane toen dubbel backup gedaan, toch? De dubbel dan? Jong. Wow! Sick! Dat heeft nog niemand te doen. Ik denk dat dit mijn plek is voor... Sick! Oh, maar dit... Hier, als je hierop gaat slapen, dan heb je morgen echt een hernia. Nee. En... Oh, hier heb je gelijk, man. Hey, zullen we deze even iets zachter doen? Ik vind hem een beetje hard, of ligt dat naar mij? Nee, ligt niet. Daar gaat hij heel zacht. Hoppakee! Dat is heel kut. Dus de laatste keer dat ik deze sok heb aangehad, was ik naar het strand geweest. Toen heb ik ze wel gewassen, maar het zand is erin blijft zitten. Er zit nu helemaal zand tussen meteen. Dat is kut. Oh, ja, is goed. Oh, dat is een hele rare airtrack. Ik vind hem niet fijn, maar ook niet kut. 10 uur 's avonds. Eén kerel ligt al te slapen. Toen kijk ik vanaf hier naar jullie. Ik merk als ik ga staan dat mijn hoofd een beetje gaat bonken. Ja. Moet ik niet doen. Nee. Ik wilde naast je komen liggen, maar toen dacht ik ook van dat is misschien niet heel slim. Nee, doe maar niet. Nee, je hebt... Oh, je was al ingestopt. Ja, ze heeft me al ingestopt. Je surf van het park natuurlijk.
Die andere guy zou het doen, maar die is hem ineens gepeerd. Ja. Hey, willen jullie hem ook, jongens, willen jullie hem ook nog even een stukje instoppen? Vindt hij fijn? Ja, het maakt het wel hoor. Ja, dit is... Oh. Ja, hoppakee. Dit is hem, ja. Een konnetje. Zo. Nou. Even één richt baltik. Ik dacht het al. Slaap lekker. Eén keer zo. Hey, mag ik jou het vragen? weet je wat het woord flipcheck betekent? Ja. 5, 4. Oh. Zij zijn boven bezig met de video voor Tim. Met een pak. Ik weet alleen niet waar het pak heen is. Nou, ligt op de grond. En ondertussen zijn we een beetje gewoon aan het chillen. Eigenlijk niet zo heel veel aan het doen. We liggen eigenlijk gewoon al de hele dag hierop. Omdat dit ding echt mega chill is. Mees, flipcheck. 5, 4, 3. Wow. Een backflip hoor ik? Nee. Oh, je kan een backflip. Ik hoorde Timo zegt dat net. Ja, dus jij moet ook even je backflip oefenen, mevrouw. Hoe heet jij? Ik heb je de naam niet gehoord. Isa. Isa. Ja. Isa, jij gaat een backflip doen zo. Nee, Isa. Oh, Isa. Ik dacht Isa. Mevrouw wil naar huis. Je gaat eerst een backflip doen. Nee. Kan jij dan een backflip? Kan wel. kan wel. Oké, okay, nou, samen. Je, maar ze kan het. Lisa, kom nou even. Zijn nou weer Lisa? Kim. Oké, laat jou door mijn backflip zien. Ja, toch. Hoppakee. Timo, kan jij dat ook? Technisch gezien wel. Maar nu niet. Isa is weggaan, dus ik ga even FaceTime. Kom je nog even salto maken? Nee, ik ga echt naar huis. Waarom? Omdat het bedtijd is. Tijd. Saltetijd. Misschien moet je even aan Lisa of Kim vragen of ze komen. Ja, maar die konden niet. Dus nu vraag ik het aan Isa. Helaas, volgende keer. Oké, doei. Het is inmiddels 1:15. Slaap je wel? Wel. Je ziet wel, hè? Ik dacht, ga even liggen en wachten op jullie. Hé, je wilde nog tennissen, toch? Oh, ja. Ik kan mijn hoofd niet meer aan. Ik denk dat het goed is als jij lekker gaat slapen, of niet? Ik ga morgenochtend wel tennissen om 8 uur. Zullen we daar even een beetje op leggen dat je dat niet doet? Nee. Misschien niet. Ligt eraan hoe ik me voel. Timo, ziek zit in je hoofd. Ziek zijn zit in je hoofd. Timo. Nou, het is, ah. Het is nog niet dit is echt kut. Gaan. Nee, ja, en eigenlijk is... Die kussen nat en alles. Zit in je hoofd, Timo. Nee, ja. Het is een heel vaag stukje van de vlog. Ik snap ook niet zo heel goed wat er gebeurt. After the credits. Maar Timo, wil je oprecht iets van een theetje van als vriendje of zo? Nee joh, gewoon even mijn ogen gezicht is goed. Ja? Ja. Je gaat slapen? Oh, je hebt een beetje gekweld man, in je slaap. Nee, dat is Tim. Nee, ik deed het toen had ik ook direct spijt, hè? Ja. Echt niet. Jij zat... Shit. Nou, hij merkt dus niks. Hij heeft nog steeds niet in de gaten wat er gebeurd is. Je wel water, Tim. Denk jij dat wel een beetje, inderdaad. Water. Wat mocht je willen? Wat is dat? Ja, water. Tim, niet meer. Oh. De baan gaat voor ons aan. Wat heerlijk, hè? Ik heb vroeger heel veel getennist. Ik heb vroeger... En ik, wow, het regent hard. Ik heb vroeger best wel lang op tennis gezeten ook. Maar of ik het nog kan is een tweede. Oh, mijn bal komt nu al weg. Oké, we spelen een potje. Ik heb vroeger getennis, dus ik heb een beetje voordeel. Ik tegen hun drie. Let maar even op hoe goed. Oké, we hebben lekker getennist. Timo ligt daar nog steeds heerlijk te slapen. Ik ga mijn tanden poetsen. Ik ga me ook klaarmaken voor bed. Want het is ook echt daadwerkelijk wel heel erg bedtijd. Het is 2:30. Mijn bed is klaargemaakt. Als je dat wil zien, check de video van Mees van de overnachting. Wij gaan lekker slapen, dus vond je deze video leuk? Doe een duim omhoog, subscribe beneden. Zie ik je morgen om 4:30 bij een nieuwe video. Goedjes! Geen accuspanning op mijn balzak. Geen accuspanning op mijn balzak.